Welkom allemaal op de vierde editie van Digital Wednesday van dit jaar. Het marketingteam van de toekomst. Vandaag gaan we het hebben over drie onderwerpen. Daar hebben we ook drie sprekers voor. We gaan het hebben over wie zijn de mensen die in het marketingteam van de toekomst zitten. Hoe ziet het marketingteam van de toekomst eruit? Wat moeten zij kunnen? En wat moeten zij inderdaad kunnen? Welke skills, welke technologieën moeten zij mee gaan samenwerken? Daarvoor hebben we drie sprekers voor jullie samengesteld vandaag. Moet ik zelf klikken? Ik weet het even niet. Ah, check. Top. Onze sponsors hebben er weer wederom voor gezorgd dat we hier met z'n allen zijn. De eerste die het spits gaat afbijten is Marjolein. Samen met Moira. Dus ondanks dat hier alleen een foto staat van Marjolein, komt Moira ondersteunen. Marjolein is Area Manager Zuid-Nederland van Young Capital. Een van de bedrijven die het beste weten hoe je om moet gaan met de nieuwe generatie marketeers. De nieuwe generatie die het werkveld staat toe te treden. Die wij als wat oudere mensen dan die Gen Z'ers toch soms best wel moeilijk vinden om te bereiken. Dus hoe vind je Gen Z, hoe bind je ze en hoe kun je ze bevlogen houden voor jouw eigen organisatie? Daar komen Marjolein en Moira jullie over vertellen. Dus graag een warm welkom voor de eerste twee sprekers van vandaag. Ja, dankjewel voor deze introductie. Nou, dat is heel luxe, want dan hoef ik mezelf al niet meer te introduceren. Inderdaad, ik ben uitgenodigd om inderdaad jullie mee te gaan nemen in de nieuwe generatie die eraan gaat komen op de werkvloer. En waar we de eerste starters van Gen Z al langzaamaan de arbeidsmarkt zien toetreden. Even kort, wie ben ik zelf? Ik werk alweer 14 jaar bij Young Capital in de rol als Area Manager voor Zuid-Nederland. Dagdagelijks spreek ik heel veel bedrijven in het zuiden van het land die hier toch wel issues mee hebben. Het lastig vinden. Lastig vinden vooral de verschillende generaties in de mix. Hoe moet je nou met die jongeren omgaan? Er zijn ook best wel veel stigma's over jongeren. Ik vind het ontzettend leuk om bedrijven daarover te kunnen adviseren. Als Young Capital doen we ontzettend veel onderzoek naar jongeren. Wij staan ervoor opgesteld om om hun aan te trekken en ze te plaatsen bij heel veel leuke bedrijven in Nederland. Mijn collega Moira gaat jullie meenemen. Zij is senior recruiter. Zij neemt jullie mee in het stukje AI binnen ons bedrijf en hoe wij dat al direct hebben toegepast binnen onze systemen. Dus daar zal ze aan het einde van de presentatie jullie nog kort in meenemen. Nou, de topics, de generaties op de vloer, de jonge generatie, met name wat typeert Gen Z. Generaties in de mix, heel interessant en een hot thema momenteel. Jongeren op sollicitatie, waar kunnen jullie qua praktische tips rekening mee houden? Waar kan je op letten? En tot slot een stukje AI en recruitment. Nou, even heel kort, Young Capital, onderdeel van één groep, The Works. Zes verschillende merken. We hebben Young Capital, uitzendbureau. Young Capital Next, Date Share label. We hebben Student Job, ons internationale label. Er zitten 10 Europese landen, 23 vestigingen door Nederland. En we hebben nog onze Jobbird en echt onderwijs. En Dash is ons IT-bedrijf. 1300 eigen medewerkers. En nou, ik ben daar een hele blije van. Onze missie, alle jongeren aan het werk. Wij staan echt opgesteld voor jongeren. We bemiddelen niet alleen maar jongeren, maar we doen er wel veel onderzoek naar. Het is ook onze missie, omdat we er geloven in de kracht van jongeren, in de vernieuwing, de aanjaging ook vooral van verjonging, wat gewoon heel veel bedrijven nodig gaan hebben de komende jaren. En daar hebben we ze hard voor nodig. Nou, hoe weten wij er dan zoveel over? We doen er veel onderzoek naar. Ik noemde het al. We hebben externe partners in, externe onderzoeksbedrijven in. Zelf doen we veel onderzoek. En we hebben ook een groot jongerenpanel van 1500 deelnemers uit onze eigen database, waar we heel veel vragen, polls, diepte-interviews voor uitzetten. Over allerlei diverse cases. Soms ook bedrijfsgerelateerde, specifieke klantgerelateerde cases waar ons jongerenpanel over mee kan denken. Dus leuke thema's als je kan voor 30 euro per uur kan je werken bij een heel milieuvervuilend bedrijf, of voor minimumloon bij een super duurzaam bedrijf. Waar kies je voor? Nou, dat soort discussies worden dan op gang gebracht. Super interessant. Nou, allereerst de generaties op de werkvloer. En daar hebben we een leuk filmpje in.
Ja, ontzettend bedankt dat ik mag komen hier op gesprek. Ik heb mijn cv uitgeprint voor jullie, motivatiebrief en ik heb nog een paar... Ja, ontzettend bedankt dat ik mag komen hier op gesprek. Ik heb mijn cv uitgeprint voor jullie, motivatiebrief en ik heb nog een paar referenties bijgevoegd. Mochten we daar nog tijd voor hebben, ik heb ook een PowerPoint gemaakt met mijn sterke en mijn zwakke punt. Nogmaals, erg bedankt voor dit gesprek. Mochten jullie besloten hebben, je kan mij bereiken 24 uur per dag, 7 dagen per week eigenlijk. Is het volledig remote deze functie? Denk het wel, hè? Ja, ik zit eraan te denken een paar maandjes Bali te pakken straks. Salaris zit ik nu op 70k, maar ik verwacht wel een grote stap te maken nu. Hebben jullie genderneutrale wc's? Ik heb nog een paar andere gesprekken ook, dus ik verwacht uiterlijk morgen van jullie een beslissing. Oh ja, en tot en met september werk ik niet op maandag en dinsdag. Ik heb echt mijn rust nodig in het festivalseizoen. Herkenbaar voor sommigen hier in de zaal? Ja, ontzettend. Dit is ook wat wij inderdaad veel horen bij klanten van ons waar wij inderdaad zitten. Je ziet het ook wat krantenkoppen. Werkgevers ergeren zich aan generatie Z en staan meer open voor 60-plussers. Bijna de helft van de werkgevers vindt dat jongeren richting collega's en klanten veel te veel afkortingen en buswoorden gebruiken. En starter heeft luxe positie door krapte en eigenlijk de werkzoekende heeft het op dit moment voor te kiezen. Dus dat is inderdaad wat wij zeker veel horen. Binnen het bedrijfsleven. Maar we hebben er wel mee te dealen met de jongere generatie. Want de krapte op de arbeidsmarkt is een hot topic. Je ziet er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. En als we even vooruitblikken, dan zal dat de komende jaren zeker niet minder worden. De verwachting is nu volgens het Centraal Planbureau dat tot aan 2043 de krapte zeer aanwezig blijft. Je ziet het hier ook qua bevolking. Er zijn ontzettend veel 50-plussers die de komende 20 jaar nog allemaal met pensioen moeten gaan. Dus de jongeren die zijn belangrijker dan ooit. En ze zullen in steeds grotere aantallen op de arbeidsmarkt gaan komen. En we hebben ze hard nodig. Maar hoe ga je er nou mee om en wat kenmerkt deze superleuke generatie? Allereerst even, als ik het over jongeren heb, waar hebben we het over? Op dit moment zien we qua jongeren op de vloer nog veel generatie Y. Ik ben zelf nog net onderdeel van generatie Y. Ik ben 36 jaar, kom uit 1987. Generatie Z, dat zie je dus echt vanaf 2000 tot 2015. Dat is wel echt de doelgroep die nu nog veel aan het studeren is, op school zit. Maar ook waarvan de eerste al in het bedrijfsleven komen. We hebben er binnen Young Capital ook al een aantal als recruiter aan het werk. Wat de belangrijkste verschillen zijn, is waar je ziet dat generatie I ook wel een droomgeneratie wordt genoemd. Generatie met veel idealen, ook wel het idee een droombaan willen hebben. Het is ook een groep waar je nu veel burn-out klachten ziet. Hoog ziekteverzuim, toch ook wel vaak tegenvallers. Ik wil die droombaan en toch de realiteit valt tegen. Veel samen willen werken, veel connectie. Dat is vaak ook de kracht van deze doelgroep. Connecties met elkaar opzoeken. Hoge ambities, veel en snel willen doorgroeien. Zie je bij generatie Z dat het wel echt een andere doelgroep is. Generatie Z is een groep die echt vanuit financiële crisis is grootgebracht. En daarna nog de coronapandemie eroverheen kreeg. Maar ook de eerste doelgroep, en die is wel heel interessant, die echt digitaal is geboren. En dat is wel anders dan digitaal opgevoed, zoals generatie I. Digitale geboren wil echt zeggen, jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel een filmpje dat je een baby van 10 maanden al ziet swipen. Van, oh kijk, ik kan al swipen. Ja, dat is dus generatie Z, digitaal opgevoed. En dat brengt ook wel een heel andere groep op de arbeidsmarkt. Werkt ook met Google, gewend te werken met veel filmpjes, zelflerend vermogen. En ook wel een realistische doelgroep die geld vooral heel belangrijk vindt. Generatie Z, daar gaan we het over hebben. Want als we hebben over marketingteam van de toekomst, waarvoor wij ook zijn uitgenodigd om te spreken, dan is dit de doelgroep die de komende jaren steeds meer op de markt komt.
Hoe vind je die nou? Nou, als je jongeren wil aantrekken, dan is het eigenlijk belangrijk dat je deze vier linker topics, geld, groei, sfeer en reistijd, meeneemt in je vacature teksten. Meeneemt in heel je procedure om jongeren aan te trekken. Wij zien nog heel vaak vacature teksten die heel erg zijn gericht op, we zoeken dit, deze competentie heb je nodig, deze werkervaring heb je nodig. En ook bijvoorbeeld geen salaris vermeld in de vacature tekst. Nou, dat is killing. Altijd salaris vernoemen in de vacature tekst is gewoon ontzettend belangrijk, ook voor de vindbaarheid van je vacature. Dus geld is zeker belangrijk om erin te noemen. En ook dat stukje duidelijkheid. Ook al is het salaris niet hoog, stel het is zelfs relatief laag in de branche, dan nog adviseren we altijd om het te benoemen. Want generatie Z en jongeren over het algemeen houden van duidelijkheid. Zet er geen salaris in, dan wordt er over het algemeen echt verder gekeken. Nou, groei is belangrijk. Wordt dat voldoende beschreven in je tekst? Op je werken bij pagina? Heb je het over doorgroeimogelijkheden? Is er eventueel iets zelfs visueel gemaakt bij voorkeur om echt de stappen helder te hebben? En dat hoeft niet altijd stappen in de zin van leidinggevende functies en door. Maar dat kan ook in de breedte zijn of verdieping of trainingen. Of in ieder geval uitstippelen wat een medewerker, wat iemand kan blijven leren binnen je organisatie. Ook het stukje sfeer is belangrijk. Wat voor type personen werken er? Wat is jullie cultuur binnen het bedrijf? Wat voor sfeer heerst er? En dan niet alleen een vrijdag, we hebben leuke vrijdagmiddagborrels, maar echt een uitgebreidere beschrijving van de sfeer binnen het bedrijf. En tot slot reistijd. We zien echt wanneer er inderdaad remote gewerkt kan worden of bij voorkeur zelfs veel thuis, dat de vacatures populairder zijn. Nou, als je ze dan binnen hebt, dan wil je ze natuurlijk behouden. De andere uitdaging, en ook daarin zien we wederom weer geld heel erg terugkomen. Dus ook stapjes kunnen maken in salaris en die impulsen, die zijn belangrijk. Daar ook duidelijkheid in bieden is vooral heel belangrijk. Nou, blijven leren ook wederom weer. Je kan niet iemand eigenlijk in een functie stoppen en de komende 3 jaar denken, nou, dan zit hij daar goed. Hij kan nog heel veel leren. Nou, zonder dat duidelijk te bespreken en ook een groeipad of een leerpad aan te bieden, zal je daarmee generatie Z niet gaan behouden. En het stukje vrijheid vindt generatie Z ontzettend belangrijk. Autonomie hebben, zeggenschap en vrijheid in de rol. Nou, verder diepgaander op wat kenmerken. Ik noemde hem net al eventjes. Dit is echt de eerste generatie die moet leren disconnecten in plaats van connecten. Een generatie die niet anders is gewend dan in het internettijdperk leven. En meer te maken heeft met thema's dat ze minder online mogen dan meer online moeten of online moeten aanleren. Generatie Z is ook hoger opgeleid dan andere generaties. Mondialer, breder georiënteerd. En ook onzekerheid. Hè? Een groep waarvan ze nu nog lang het kopen van een huis bijvoorbeeld niet binnen hun mogelijkheden hebben. De uitdagingen. Nou, en dan zie je eigenlijk een aantal leuke paradoxen. Enerzijds grenzeloze vrijheid kenmerkt deze groep ten opzichte van ook wel grote stress wat je ziet. En social media zorgt natuurlijk voor een enorm groot bereik wereldwijd. Veel, alles is eigenlijk binnen handbereik om op te zoeken, te zien en ook te volgen. Maar het kan ook zorgen voor stress, veel vergelijk. Zowel binnen het arbeidsveld als ook op sociaal gebied. Groot vergelijk, wat ook onrustig maakt. Hè? Praktisch in een baan. Je ziet veel voorbij komen van andere banen, andere functies die op dat moment leuker kunnen lijken. Wat stress kan geven. Cultureel is een groep die onafhankelijk is, maar economisch juist weer afhankelijk. Nou, ik noemde net al, het kopen van een huis ligt niet gelijk binnen de korte termijn mogelijkheden. Hoge studieschulden over het algemeen zien we binnen deze doelgroep. Of studieschulden die nog opgebouwd worden op dit moment. Maar wel cultureel onafhankelijk. Echt een groep open-minded. Echt wel maatschappelijk betrokken, duurzaamheid belangrijk vinden. Dat is wel echt wat je binnen deze groep heel erg ziet en wat de groep belangrijk vindt. En revolutionair, idealistisch, maar ook snel afgeleid. Dus bijvoorbeeld de protestbewegingen, staat hier al, kunnen binnen no time enorm groot worden, maar ook weer heel snel doven. Nou, als we dan gaan kijken naar de generaties in de mix, want eigenlijk de meeste Gen Z's zijn nog niet de managers van nu, worden vaak aangestuurd door andere generaties. En dat kan interessante
mixes veroorzaken op de werkvloer. En ook bepaalde uitdagingen. En ons advies is daarin eigenlijk, de kloof tussen de jongeren en de ouderen. En wat daarin belangrijk is om te weten, wat motiveert ze nou? Hoe krijg je ze mee en hoe benut je eigenlijk al het potentieel wat in deze superbelangrijke doelgroep zit? Nou, dat is allereerst, jongeren voelen echt de verantwoordelijkheid als je het hen geeft. Vrijheid, autonomie, ik noemde het net al even, wordt ook wel vaak verward. Ik spreek vaak bij bedrijven die dan zeggen, ja, dan geven ze vrijheid. Dan zeg je, nou, doe het maar, maak maar een plan. En dan komen ze echt nergens mee. Nou, horen we vaak, maar wat wel heel belangrijk is en wat deze doelgroep ook echt nodig heeft, baken het af. Maak het concreet. Ga je wel eens echt duidelijk in gesprek wat je van iemand verwacht? Ga je wel eens duidelijk in gesprek van wanneer ben je nou eigenlijk succesvol? Wat verwachten we van jou? Wanneer je wat werk oplevert, wanneer zijn we dan blij met jou? En geef ze binnen die kaders volledige vrijheid. Het gevoel verschil te maken, een bijdrage te leveren, die is zeker ook belangrijk. Minder vergaderen, kortere trainingen. Ik noemde het net al even, de generatie die is opgegroeid met Google, YouTube. Zelf opzoeken, gewend zijn filmpjes zelf te bekijken. We zien toch ook nog steeds wel veel bedrijven die trainingen hebben van een week fulltime klassikaal. Of soms zelfs nog langer. Dat is niet meer van deze tijd voor deze jonge doelgroep. Gewend korte trainingen, snel lerend vermogen. Ons advies is altijd veel meer modulair trainen. Korte boost sessies van een uurtje online. Stukje klassikaal, maar ook on the job. En maak het veel meer divers daarin. En leren vanuit gelijkwaardigheid. Jonge generatie willen zeker heel veel leren en waarderen ook heel erg kennis van de oudere generatie. Maar wel vanuit een bepaalde gelijkwaardigheid. Dus niet autoritair gezag, maar vanuit gelijkwaardigheid om van elkaar echt te kunnen leren. En dan kunnen er hele interessante dingen gaan gebeuren. Dus nog even kortom, verplaats je in de nieuwe generatie. Wat nog wel leuk is, ik weet niet of hier veel MKB-bedrijven zitten, maar MKB is populairder dan ooit onder jongeren. 75% van de jongeren geeft aan graag binnen een middenklein bedrijf te willen werken. Komt ook wel voort omdat het stigma een beetje op corporates kan zijn. Dat je minder voor het zeggen hebt en minder autonomie kan hebben, wat meer in een hokje gestopt wordt. Terwijl binnen het MKB je vaak wat vrijer kan bewegen. Dus daar kan je als corporate zeker ook op inspelen om dat in je vacature teksten weer te geven, dat die vrijheid of zeggenschap er zeker is. Ben je als bedrijf niet duurzaam of uit je dat niet op je site of op je werkbij site, ja, dan overweegt 43% een overstap. Of ben je sowieso niet aantrekkelijk voor jongeren? En belangst zien we ook veel terugkomen. Herkennen we zelf ook best wel een probleem, ook binnen Young Capital. Wij bellen veel in het werk van recruiter. We zien ook wel inderdaad dat jongeren steeds meer dat lastig vinden, liever appen. Dus wij gaan nu ook echt helemaal back to basic en gaan ook zelfs beltrainingen geven. Klinkt gek, maar is wel echt nodig en belangrijk. En tot slot, ja, komt u weer terug. De monies, het geld is zeker belangrijk. En vooral ook een stukje duidelijkheid daarin. Kaders scheppen en ook afspraken daarover nakomen. Nou, belangrijkste eigenschappen voor een leidinggevende. Wat vinden jongeren nou belangrijk in hun manager? Stukje waardering tonen. Het is ook een onzekere doelgroep die, nou, ik denk dat dat eigenlijk voor alle doelgroepen geldt die ooit op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Misschien herkennen jullie het van jezelf nog als je ooit startte. Iedereen is onzeker in zijn eerste baan en heeft heel graag bevestiging nodig. Zeker als het gat tussen de starters van nu en de oudere generatie of de oudere managers ver uit elkaar liggen. Die waardering is eigenlijk juist belangrijker dan ooit om uit te spreken. Ook het stukje afspraken nakomen. Hè? Zeggen bijvoorbeeld over een jaar kan je echt doorgroeien of er zijn heel veel doorgroeikansen. Maak ze concreet, maar maak die afspraken ook waar. En een stukje ook vertrouwen geven, vertrouwen tonen. En dit is ook altijd wel belangrijk. Zijn de managers, de lijnmanagers, de managers die de jongere generatie aansturen, zich hier voldoende van bewust? Hoe sturen zij aan? En die gesprekken intern binnen je bedrijf aangaan is zeker interessant en waardevol om te doen. Tot slot, jongeren op sollicitatie. Waar kunnen jullie op letten? Als je dan ze op sollicitatie hebt. Nou, wees kritisch op je vacature, nodig het ook uit. Ik sprak laatst nog een bedrijf die heel graag echt jongeren wilde aantrekken, nodig had. Ze hadden een gemiddelde van tegen de 50 qua leeftijd, wilde echt meer jongeren binnen het bedrijf voor verjonging.
Daar op hun werken bij site stonden eigenlijk wel heel veel foto's, maar vooral foto's en mensen aan het woord die er werkten van 40 plus. Ja, dan trek je toch minder jongeren aan. Dus ook plaatjes, wat straal je uit, nodigt het uit voor jongeren, let daarop, heel belangrijk. Ook daarin in een heel sollicitatieproces, snelheid is belangrijker dan ooit. We hebben vaak genoeg dat wij mogen meezoeken en dan net wat sneller kunnen zijn dan een bedrijf zelf. Waardoor je toch merkt dat de sollicitant afhaakt bij een bedrijf en dan via onze procedure gaat, omdat het dan net even wat sneller gaat. Wij hebben bijvoorbeeld echt de regel binnen 4 uur altijd de sollicitant direct nabellen. Onze tip zou zijn, zorg echt binnen 24 uur altijd dat je iedere sollicitant nagebeld hebt. En ook je sollicitant van nu is je klant van morgen. Die snelheid wordt gewoon verwacht, zeker onder jongeren. En 1 contactpersoon zullen we ook adviseren tijdens het gehele proces. En zorg echt dat het een persoonlijke ervaring wordt. De schaarsheid, zeker onder jongeren, wordt alleen maar groter. Dus zorg eigenlijk voor een goede journey. Ook het stukje appcontact. Niet alles hoeft telefonisch. Bereik zal steeds slechter zijn. Dus als je denkt, nou, iemand heeft gesolliciteerd, maar neemt niet op. Nu ligt de bal bij die persoon. Ja, daar ga je de jongeren niet mee binnenhalen. Stuur een appje na. Zorg daarin dat je echt iemand begeleidt tijdens heel die journey. Nou, dit alles staat samengevat met nog veel meer in ons Young Magazine. We hebben er ook een aantal mee, dus als jullie het interessant vinden, dan kunnen jullie er zeker nog een aantal meenemen. Nou, super. Ik ga jullie nog eventjes kort als laatste meenemen over hoe wij AI toepassen in ons werk als recruiter zijnde. Want ja, er komt natuurlijk heel veel discussie over. Hoe moet je het gebruiken? Is het wel verantwoord? Waar gaat het naartoe? En nou, kan je zeggen dat ik er persoonlijk best wel blij mee ben. En ik ga je ook vertellen waarom dat zo is. Nou, toen ik voor het eerst voor AI hoorde, dat was eigenlijk begin dit jaar pas, tijdens ons jaarlijkse kick-off van Young Capital. En ik dacht echt, hoe kan dit? Hoe kan zo'n computer zoveel weten? En hoe ga ik dat in godsnaam ook toepassen op mijn werk? Voor je het wist had ik ChatGPT op mijn laptop. Ik weet niet, kennen jullie allemaal ChatGPT? Ja, heel leuke vragen kan je eraan stellen. Heel leuke antwoorden. En ik dacht ook als eerste, had ik dit nou maar tijdens mijn scriptie al? Wat ook wel een beetje verontrustend is natuurlijk. Maar voordat ik het wist, kon ik er dus hele vacatures mee schrijven. Waar ik misschien anders wel een half uur mee bezig was, deed hij het eigenlijk gewoon binnen een paar seconden. Wel een paar aanpassingen natuurlijk altijd nog doen, zorgen dat er geen rare dingen in staan. Maar daardoor had ik wel 29 minuten meer tijd om dingen te doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Dus echt de connectie zoeken tussen de mensen en de bedrijven. Je zag eigenlijk bij Young Capital dat iedereen daar ook hartstikke snel mee omging. En dat was voornamelijk, wij zijn dus allemaal digitaal opgevoed. Hè? Gemiddelde leeftijd bij ons is 29. Nou, onder 1300 medewerkers is natuurlijk best wel laag. Maar zo zie je ook dat als er dus zo'n tool komt, dat iedereen gewoon ontzettend makkelijk en snel mee omgaat. Het wordt heel goed in meegenomen. En ze laten zien, kijk, dit is wat je anders met je tijd kan doen. Waar wij weer heel blij mee zijn. Nou goed, wat ik al zei, begin dit jaar hoorde ik voor het eerst ervoor. Supersnelle implementatie. En we hebben eigenlijk al verschillende tools in onze systemen daardoor. En ja, wij zien het dus echt als een new way of working. AI is eigenlijk een heel slim en snel hulpje dat je kunt inzetten om dingen voor je te doen. Dus denk daarvan als een super stagiair. Voordeel daarvan is dat een stagiair het niet dus erg vindt om de stomme klusjes te doen. Dus eigenlijk super makkelijk. Nou, waar zijn wij dus mee gestart binnen Young Capital? Nou, mailings. Wij sturen dus ontzettend veel mails naar kandidaten, werkzoekenden rond. Omdat wij natuurlijk ze onder de aandacht willen brengen. Nou, dus zo'n mailing die kan soms naar een paar duizend werkzoekenden zelfs gaan. En het is al bewezen dat zelfs de mailings die door ChatGPT worden bedacht, dus de onderwerpsregels, al beter worden bekeken en ook kwalitatief betere kandidaten uitkomen. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke top, want hij ziet, of hij of zij,
het ding ziet, wat wordt nou beter bekeken? Wat ik net al zei, het schrijven van vacatures, ook super fijn af en toe met spelling of vertaling van vacatures. Zet heel mooi bullet points erin en ik kan zelfs ook al vragen of het in een Young Capital stijl kan worden geschreven. En ook fotografie. Nou, Marjolein zei net al, we hebben dus een heel mooi Young magazine. En zo zie je dus bijvoorbeeld, dit is een plaatje die erin staat. Nog eentje terug. Dit is bijvoorbeeld ook geen echt mens. Dit is gemaakt met AI. En zo kunnen wij ook een bepaalde doelgroep weer aanspreken en laten zien ja, wat onze brand is. Dus ja, hoe ik het zelf ook zie is, AI zorgt ervoor dat je je tijd nuttiger kan besteden. Waardoor je dus weer meer impact kan maken als persoon. En ik zelf ook blijer ben, omdat ik mijn werk ja, leuker kan maken. Wat dus eindelijk leidt weer tot meer business succes. En dit was het. Dankjewel. Dankjewel Marjolein en Mayra. Zijn er mensen met vragen? Anders begin ik. Ik heb wel één vraag. Je hebt veel vergeld in euro's, zeg maar, dat heel erg belangrijk is. Wat ik zie is dat veel bedrijven ook vaak secundaire arbeidsvoorwaarden opwerpen als... Ja, maar die zijn ook heel goed. Hoe denken de jongeren over secundaire arbeidsvoorwaarden? Ja. nou, die kunnen ook heel belangrijk zijn. Ligt daar natuurlijk aan wat dat is. Een sportschoolabonnement bijvoorbeeld, dat soort secundaire arbeidsvoorwaarden zeker belangrijk. Alleen uiteindelijk zal er altijd een vergelijking in salaris worden gemaakt. Dus die, zolang die onder benchmark ligt, onder gemiddeld, dan zal je echt minder sollicitaties aantrekken. Ja. En andersom, zit je erboven, ga je gewoon meer dan gemiddeld sollicitaties aantrekken. Ja. Oké, dankjewel. Ja, wat nog een mooie toevoeging is dat wij bijvoorbeeld bij vacatures ook altijd het salaris erin zetten. Je ziet vaak bedrijven die zeggen, het salaris is marktconform. Mensen weten dan nog steeds niet zo goed wat ze willen. Dus het is ook echt een dikke tip om dat altijd erin te zetten. Omdat dat gewoon echt als nog steeds op nummer 1 staat bij de jongeren. Ja. Breder denk ik toch? Voor meer doelgroepen dan alleen de jongeren. Ja, meer doelgroepen. Ja. Ja, zeker. Iemand anders de vraag? Hoe zie je met name het eerste verhaal, hoe zie je dat bij internationals? Geldt daar de voorwaarden en de kenmerken ook voor? Zeker in deze regio zie ik ook steeds meer internationals. Wil je hem nog één keer in de microfoon vragen? De mensen thuis kunnen het dan ook horen, dank je. Ja. Hoe zie je met name het eerste stuk de kenmerken van de diverse generaties? Geldt dat ook voor internationals? Oh, dus echt, nou, ons onderzoek is echt onder Nederlandse jongeren. En wat is dan je ervaring? Geldt het dan alsnog ook voor internationals of kun je daar niks over zeggen? Dat vind ik eigenlijk lastig om echt een goed antwoord op te geven. Omdat we eigenlijk ook met name voor de jong Nederlandse doelgroep werken. Dus wij werken niet met internationale jongeren of met bedrijven internationaal. Tenminste binnen ons vakgebied. Dus echt dit onderzoek gaat ook echt over Nederlandse jongeren. Oké, okay. Ja. Jammer. Ja, want ook daarin zie je natuurlijk weer... Ja, corona is iets over het algemeen wereldwijds, maar de economische crisis die heeft ook daarin wel weer andere impact bijvoorbeeld in Nederland gehad dan weer in een Zuid-Europees land. Dus daar kunnen ook wel weer verschillen in zitten. Ja. Geen vragen meer? Oké, okay, dan graag nog één keer een applaus voor Marjolein en Mohira. Dankjewel. Alright, de tweede spreker van vandaag. We hebben het net gehad over wie is nou die doelgroep waar we het steeds over hebben. De volgende spreker is Erik Derksen. Erik, welkom. Lead Business Development bij de Volksbank. En als je het hebt over transformatie en het marketingteam van de toekomst, dan zijn dat twee dingen die jij niet los kan zien van elkaar, of wel? Ja, klopt. Dat zijn inderdaad dingen die voor mij dagelijkse kost zijn. Dingen die... dat klopt. Dat zijn echt... transformatie is iets wat dagelijks is voor ons. Iets waar we ook heel veel werk nog op te doen hebben. En als je het mij persoonlijk vraagt voor in een corporate wat wij zijn... ook echt wel ondergeschoven kindje. Nou, ik ben benieuwd. Heel veel succes en graag een applaus voor Erik. Ja, dankjewel. Applaus.
Nou, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn om vanuit het thema van vanavond iets te vertellen over hoe wij als Volksbank willen bewegen naar een meer klantgerichte bank. Ik ben Erik, ik ben 39, ik woon hier in Eindhoven samen met mijn vriendin en twee zoontjes. En zoals gezegd, ik werk voor de Volksbank als Lead Business Transformatie. Vanuit het domein bij ons klantwaarde en personalisatie. Dus vanuit een corporate een hele mond vol. In de praktijk ben ik de hele dag bezig met het vertalen van businessbehoeften naar technologische mogelijkheden en andersom. Met vraagstukken als, hoe krijgen we vanuit personalisatieoogpunt nou bepaalde use cases van de grond? Hoe kunnen we technologie nou laten werken voor iedereen die zich bezighoudt met klantcontact? En hoe kunnen we onze organisatie nou op zo'n manier inrichten dat we dit schaalbaar kunnen doen voor eigenlijk al onze klanten? Dan eventjes stilstaan bij de Volksbank. Wie zijn wij? We hebben vier bankmerken. ASN, PLG, Regiobank en SNS. Met elkaar hebben we één belofte. Beter zijn voor elkaar. We doen dit voor 3,3 miljoen klanten. En we hebben de ambitie om in 2025 de bank te zijn met de sterkste klantrelatie en de grootste bewezen maatschappelijke impact. En dit alles doen we met iets meer dan 3000 medewerkers. Als we dan kijken naar echt het thema van vanavond, marketingteam van de toekomst. De DDMA heeft daar een heel mooi visierapport op geschreven, waarin ze een aantal thema's benoemen met een aantal trends die van invloed gaan zijn op het marketingvak zoals we dit nu allemaal kennen. Het gaat over de assen technologie, cultuur en organisatie. En in de inleiding van het rapport, een beetje aan het eind, schrijven ze heel treffend dat dit een document is voor ons allemaal zoals we hier zitten, om te gebruiken in onze organisaties om het gesprek aan te gaan over hoe kunnen we nou op een goede manier onze marketingteam samenstellen. Zodat we uiteindelijk af kunnen koersen op een duurzame, menselijke en verbonden manier van marketing. Eigenlijk in één adem wat we vanuit Volksbank heel graag willen doen. Dus dat is eigenlijk een hele mooie. Ik wil het ook heel graag hier met jullie hebben over twee dingen. Het eerste, hoe wij als bank willen bouwen aan die klantrelatie. Wat is onze visie en welke stappen zetten wij? En daarna ook, welke kansen zien wij dan voor ons als organisatie? En waar schuurt het af en toe? Waar raakt het echt hard? Waar zit de impact? Begin het eerst bij het bouwen. Als wij als bank naar buiten kijken, naar onze klanten, dan zien we eigenlijk drie hoofdredenen waarom wij persoonlijker moeten omgaan met onze klanten. Het eerste is dat een klant van een bank, en denk maar hoe je zelf bankiert bij je eigen bank, is continu met een hoop dingen tegelijk bezig. Zeker op financieel oogpunt, op financieel vlak. Dingen voor vandaag die vandaag moeten, dingen voor morgen, dingen voor richting einde van de maand, dingen voor over een x aantal maanden en misschien zelfs nog veel verder richting pensioen. In mijn geval nog over een jaar of 30. Context van een klant wisselt continu en voor ons als bank wordt het steeds belangrijker om te weten waar is die klant nu mee bezig. En ook om te kunnen voorspellen waar gaat die klant zo meteen mee bezig zijn als die contact zoekt met ons. Het kunnen orchestreren van alles wat daartussenin gebeurt, van ieder klantcontact, van hoe is daarmee geïnteracteerd, is voor ons echt cruciaal aan het worden. Daarnaast, reden 2 wat we zien, klanten eisen het steeds meer dat ze persoonlijk worden benaderd. Heel veel grote bedrijven, zeker Amerikaanse bedrijven, techbedrijven, zijn er heel goed in geworden om data te gebruiken voor personalisatiedoeleinden. Het is meer een soort hygiënefactor geworden waar wij ook in mee moeten. En dat brengt ons eigenlijk bij onze derde grote reden die we zien. Klanten worden steeds minder ontvankelijk voor alle communicatie die we ze sturen. Zeker als het gaat om commercie. Daarin gaat het meer en meer om aansluiten op het moment, aansluiten op het kanaal, aansluiten op de behoefte. Wij moeten onszelf ook steeds meer afvragen wanneer doen we het goed. Doen we het goed als we 1000 klanten aanschrijven met 10 conversies? Of doen we het goed als we maar 100 mensen aanschrijven met 6 conversies? Dat is een beetje de crux waar we in zitten als het gaat om relevantie, dat wat wij heel graag willen. Dan is natuurlijk het tweede het belangrijkste. Dan hebben we ook nog eens 900 klanten niet vermoeid met een boodschap die totaal irrelevant is. Met onze dienstverlening willen we relevant zijn, we willen dichtbij zijn, we willen persoonlijk zijn. En in de kern komt het erop neer dat we op ieder moment via ieder kanaal voor iedere klant een boodschap willen hebben. Die past bij dat ene moment in die klantreis waar die klant op dit moment zit. Als we dit voor 3,3 miljoen klanten willen doen, dwingt het ons om meer en meer gebruik te maken van marketingtechnologie, te gaan leunen op data, meer gebruik te gaan maken van AI, van zelfbeslissende modellen die ons helpen in het maken van de beslissing. Wat moet er nou wel of niet getoond worden? En dat natuurlijk vanuit binnen de kaders van een privacyvriendelijke instelling. Als we dit goed willen doen, is ook een voorbeeld waar wij naartoe werken is, ik ben zelf klant bij SNS.
Ik heb geen Apple Pay geïnstalleerd op mijn telefoon. Stel, ik ben op vakantie, ik raak mijn bankpas kwijt. Dan kan ik vanuit de app wel die bankpas blokkeren. Super fijn, mijn geld is veilig. Alleen, ik heb op dat moment heb ik geen geld. In heel veel landen in het buitenland is nog steeds common practice om met cash te betalen. Op dat moment zou er direct een signaal af moeten gaan. Eigenlijk bij mijn lokale SNS-kantoor in Woensel. Want die zien dan binnenkomen, joh, Erik heeft vanuit het buitenland zijn bankpas geblokkeerd, zelf. Dan zou er eigenlijk meteen notificatie vanuit daar naar mij moeten gaan. Joh, Erik, wat super vervelend dat dit is gebeurd, dat je dit had moeten doen. Zullen we even bellen, zullen we kijken hoe we jou kunnen helpen? Misschien kunnen we emergency cash voor je regelen bij een lokaal geldkantoor, zodat je gewoon je vakantie onbezorgd kunt voortzetten. En we kunnen ondertussen vast proces aftrappen, zodat je nieuwe bankpas klaar ligt op het moment dat je thuis komt. Zodat je bankzaken gewoon lekker verder kunnen gaan. Dat is hetgene waar we naar streven. Dat is het voorbeeld wat we ons voor ogen houden. En wat we echt moeten kunnen gaan doen. Dan maken we denk ik ook echt het verschil. Dan voeren we een continue dialoog. Altijd vanuit relevantie. Dan doen we dat over ons volledige aanbod van producten en diensten. En dan houden we echt balans in service en commercie. Alleen, het is nog wel een hele beweging die we daarin te maken hebben als bank. Ik wil ook wel zeggen dat het personaliseren van ons klantcontact is niet iets waar we afgelopen jaar mee zijn gestart. Ik denk al 10, misschien wel 12 jaar geleden zijn de eerste stappen gezet bij een van onze merken om het klantcontact persoonlijker te maken. Om het klantcontact minder massaal over meerdere kanalen heen uit te smeren. En daar zijn iedere keer hele mooie resultaten gezet. Superveel dingen geleerd en na iedere reorganisatie en na iedere technologische ontwikkeling die we binnenkregen, hebben we dat verder kunnen trekken. Het enige waar we nooit goed in zijn geslaagd, is om dit op een schaalbare manier in onze organisatie neer te zetten. Dus dat is ook voor ons de grote uitdaging nu, waar we op dit moment staan, om het voorbeeld te kunnen realiseren wat ik net noemde. Wij moeten echt met elkaar allemaal af van toch die product push, wat vanuit toch nog steeds traditioneel marketinggedachten gewoon het aantal sales targets er doorheen duwen. Daar moeten we echt vanaf. Anders dan kunnen we dit nooit, anders kunnen we ons personalisatieverhaal nooit op een schaalbare manier neer gaan zetten. Dwingt ons ook om na te denken, hoe moeten we ons organiseren? Dwingt ons ook echt tot een hele andere mindset gewoon van de mensen die bij ons werken. Dus ook voor de toekomst van marketing gaat verder dan, denk ik, alleen marketing. Het gaat ook meer over het hele service domein, het gaat over het proces, het gaat over je contentstrategie, het gaat over ieder contactmoment dat je hebt met een klant, dan moet die klant centraal staan. En die beweging, wat ik net tijdens de intro ook even vernoemde, is denk ik een beetje ondergeschoven kind, als je het mij persoonlijk vraagt, in een corporate organisatie waar ik voor mag werken. En daar hebben we nog ontzettend veel werk te doen, maar ik geloof wel dat als we dit goed weten te doen, op het punt waar we nu staan, dan kunnen we die slag wel maken, want de techniek hebben we. We hebben ook massa's data in huis om dit te kunnen doen. Dus daar ligt het vaak niet aan. En dat brengt me eigenlijk ook bij het tweede deel van mijn verhaal. Welke kansen zien we? Waar zit de impact voor ons? En dan pak ik eigenlijk terug op de thema's die in het DDMA-rapport zitten. Dus technologie, op cultuur, op organisatie. Ik zal zo meteen bij alle drie even stilstaan. En de beweging die we maken raakt alle drie die schijven. Alleen wat ik al wel kan zeggen is, misschien heb je het ook al wel een beetje eruit kunnen halen. Het zwaartepunt voor ons zit echt op de onderste twee. Dus op de organisatie en op de cultuur die wij hebben. Hoe kunnen we nou dingen schaalbaar neer gaan zetten? Begin ik bij de technologie. Dus in ons geval, ja, klinkt een beetje gek, maar de makkelijkste is vaak niet de bottleneck. Techniek krijg je vaak wel aan de praat. Vanuit klantcommunicatie, het organiseren van klantcontact, biedt de hedendaagse technologie echt massa's aan kansen. Kansen voor optimalisatie, kansen voor schaalbaarheid. De hoeveelheid data die geprocessed kan worden door AI is niet te bevatten. AI helpt je betere beslissingen te maken dan wat wij zelf kunnen met onze eigen business rules. Content kan vanuit één plek worden beheerd met massa's varianten. Zodat je eigenlijk voor iedere persoon die we hier in de zaal hebben zitten, en ook voor de mensen thuis, gewoon een persoonlijke boodschap klaar kan zetten op basis van kenmerken die we op dat moment hebben, op wat AI denkt dat het beste past. Dus ik denk dat daar echt voor mensen die zich bezighouden met klantcontact, ja, dat het daar alleen maar mooier en mooier kan worden.
Wat wel voor ons een hele belangrijke is geweest, is ook meteen, technologie ontwikkelt zich zo hard. In een corporate organisatie is het dan wel van belang om je architectuur op orde te hebben. Hoe ziet ons architectuurlandschap er nu uit? Waar gaan we over een x aantal jaar naartoe? Wat is die transitie? Welke applicaties halen we in huis? Welke applicaties mogen waarvoor worden gebruikt? En ook op het stuk governance. Ja, hoe richt je dat in? Hoe zorg je ervoor dat iedereen de juiste rollen en structuren krijgt in die organisatie met die techniek? Hoe borgen we stukjes beheer? Hoe borgen we dat er geen wildgroei ontstaat? En zeker op het AI-stuk. Ook wat net werd verteld, super vet dat die content gecreëerd mag worden met ChatGPT. ChatGPT is bij ons geblokkeerd, mogen we niet gebruiken. Omdat wij kunnen dat niet verklaren waar dat dan vandaan komt. En voor ons is verklaarbaarheid van AI en van modellen is wel echt een belangrijke. Het is gewoon volgens mij een commissie met ethiek die zich buigt over dit soort vraagstukken. Als wij met onze marketing tooling een richting inslaan waarin wordt voorspeld wie welke boodschap moet krijgen, dan moet data scientist bij ons in het team nog steeds uit kunnen leggen hoe dat model eigenlijk in elkaar steekt. En hoe die bepaalt wie welke boodschap moet krijgen. Dus dat is eigenlijk een hele andere kant van AI. Dus het governance stuk is voor ons een hele belangrijke geweest. Dan naar cultuur. Eigenlijk komen de twee onderwerpen waar bij ons echt het gewicht op ligt. Als eerste, ja, practice what you preach. Wij kunnen blijven verkondigen dat wij de bank willen zijn met de sterkste klantrelatie. En wij kunnen daar tooling voor aankopen en een hoop mooie dingen voor doen. Maar als we niet zorgen voor een goede business implementatie, dan gaat die technologie natuurlijk nooit vliegen. Technologie brengt superveel mogelijkheden met zich mee. Alleen, ja, het valt of staat met hoe het omarmd wordt binnen de organisatie. Dat bepaalt uiteindelijk of de volle potentie wel of niet wordt benut. Vanuit ons team steken we ook ontzettend veel tijd en aandacht in het creëren van bewustwording hierop. Om te blijven vertellen dat we het personaliseren van klantcontact niet als een stand-alone onderwerpje kunnen zien in een corporate organisatie. Niet iets wat we met twee teams in één of twee kwartalen even bij elkaar klussen en dat het dan staat. Het is een onderwerp wat continu aandacht en eigenlijk aan liefde moet krijgen. Anders gaat het niet vliegen. We kunnen met een paar teams heel veel moeite steken om kanalen te integreren in onze systemen. Om eigenlijk allemaal etalages op te tuigen, zodat we klanten supermooie berichten kunnen tonen. Alleen marketingteams, service teams moeten dan ook wel weten hoe dat werkt. En hoe ze daarmee om kunnen gaan. De processen die daarachter liggen, aanvraagstaten voor producten of voor processen, moeten daar ook wel strak op zijn aangesloten. Want anders dan leiden we klanten met hele relevante berichten zeg maar een kant op. En dan loopt het op een dood spoor. Gefrustreerde klanten, die gaan de klantenservice bellen, die kunnen het dan niet goed aan. Met alle gevolgen van dien voor die blije, tevreden klant waar we het uiteindelijk voor doen. Dus dit is wel een heel belangrijk punt. Het creëren van bewustzijn, maken van keuzes. En dus ook het hebben van eigenlijk een heel strak enablement verhaal binnen je organisatie. Dus iets als onderdeel van de business implementatie is eigenlijk het enablement stuk nooit goed aangepakt. We hebben het vanuit ons team zelf opgepakt. Door in eerste instantie te kijken hoe zien wij personalisatiemogelijkheden binnen de bank. Hoe past dat binnen de strategie van ons? En ook hoe kunnen we het vertalen naar de operationele teams die uiteindelijk bezig zijn met klantcontact? Hoe krijgen we het kennisniveau op een bepaald punt? Hoe maken we de link naar de KPI's die zij zelf hebben en het dagdagelijks werk? Hoe stellen we ze in staat om het te gaan gebruiken? Alleen die bottom-up approach is heel goed. Alleen we komen maar tot een bepaald punt, hebben we gemerkt. Dus we hebben terug moeten naar de tekentafel om te kijken hoe kunnen we ons visieverhaal nou zo draaien dat we dat ook kunnen vertellen op een hoger niveau in de organisatie. Op bepaalde punten in de organisatie moet een soort van sponsorship komen. Er moeten keuzes worden gemaakt en die kunnen wij niet van onderaf zeg maar forceren. Dus het eerste punt waar we op hebben gedoeld is we moeten een verhaal hebben voor onze CCO en haar leadership team. Dus dat was het doel om daar binnen te komen, daar op de agenda te mogen staan. En om daar eigenlijk te vertellen wat is de scope van het hele personalisatiedomein binnen de bank. Wat zien we gebeuren? En wat moet er volgens ons nog allemaal gedaan worden? En dat is eigenlijk de eerste keer dat we een dergelijke stap zo hebben weten te zetten. En ik denk dat dit ook wel belangrijk voor ons is geweest om op dat niveau een soort van voet tussen de deur te krijgen. Om echt iets te kunnen brengen. Heeft er ook voor gezorgd dat we op andere niveaus nu gewoon dit soort gesprekken mogen voeren. Dat we het kunnen hebben over hoe moeten we dan ook, dat brengt ons bij het laatste punt van deze slide toe. Hoe moeten we dan omgaan met sturen?
Het is leuk vanuit marketingoogpunt, traditioneel marketingoogpunt, sturen op je commerciële KPI's. Maar als we het gaan hebben over relatie, over relevantie, welke KPI's moeten we dan hebben? Dus ook dat zijn dingen die krijgen we gewoon als vraag ook terug. Denk daar eens over na. Waar moeten we dan naast de commercie, wij blijven een commercieel bedrijf, waar moeten we op gaan sturen? Dus dan gaat het meer over hoeveel klanten kunnen we benaderen met commerciële offerings, hoeveel klanten mogen we benaderen, hoeveel offerings hebben we om te tonen aan klanten, hoe is de interactieratio daarop, wat vinden mensen daarvan? Dus het gaat meer om dat soort zachtere kenmerken waar we nu mee proberen te achterhalen of dit goede KPI's kunnen zijn om ook op te sturen. Tot op bepaalde niveaus hebben mensen in de organisatie echt wel zelf in handen om hier meters op te maken. Dus dit zijn dus voor ons ook nog een beetje zoeken. Maar dit zijn denk ik wel de eerste belangrijke stappen die we zetten om schaalbaar te worden. En dan het laatste punt. Het laatste thema eigenlijk, organisatie. Technologie verandert heel snel. Er komt meer en meer behoefte, ook bij ons, om de vertaling te maken tussen marketing, service, data, technologie. DDMA beschrijft dat ook in haar rapport heel mooi als er komt een nieuwe rol, een rol van digital enabler. Iemand die continu kijkt naar hoe verhouden businessbehoeftes zich met technologische oplossingen. Hoe wordt er gekeken naar schaalbaarheid. Hoe kunnen we marketeers nou in hun kracht zetten door het gebruik van tooling? Eigenlijk een beetje de rol zoals ik hem grofweg heb nu binnen de Volksbank. Daarbij, wij werken als organisatie ook agile. Er wordt van ons verwacht dat wij T-shaped werken. En nu vind ik dat voor mijzelf nog wel een lastige. Aan het ene moment, zoals vandaag, ben ik bezig met een verhaal voor hier, voor jullie. Het andere moment ben ik een verhaal aan het voorbereiden voor onze CCO. Voor het moment heb ik het gesprek met juridische zaken over wat mogen we nou wel en niet doen. En ondertussen ben ik verantwoordelijk voor bepaalde API-configuraties om data te delen naar externe systemen. Klus ik in het CMS, zodat we content hebben voor de verschillende kanalen, zodat we daadwerkelijk boodschappen kunnen tonen. En we organiseren een paar brainstorms met elkaar om echt gewoon ideeën te genereren en een team gewoon in de praktijk aan de gang te krijgen. Dus het gaat eigenlijk een beetje all over. En ik krijg dat niet in een T-vorm gepropt. Dus als er zeg maar, ideeën zijn vanuit de zaal over hoe ik dit wel kan doen, dan hoor ik dat graag. En zelf binnen ons team hebben we ook zo'nzelfde soort worsteling doorgaan onlangs. Wij merken ook dat het speelveld voor ons verandert als team. Dus we hebben ons opnieuw de vraag gesteld, wie zijn wij als team? Waarom zijn wij er in de organisatie? Welk werk, welke verantwoordelijkheden horen bij ons te liggen, vinden wij? Welke rollen horen daar dan bij? En ook kunnen we die rollen dan vullen met de mensen die wij hebben? Gelukkig konden we iedereen binnen ons team heel goed gebruiken. Maar we merkten ook dat er wel gaten vielen. Dat we op bepaalde plekken toch merken, als het gaat om meer analytische vaardigheden, hebben we toch nog veel meer mensen nodig, echt op data analytics, meer data science-achtige kennis. Als het gaat om creativiteit, hebben we op content-vlak, misschien op UX-vlak, toch echt nog wel, misschien ook nog wel mensen nodig. Als het gaat om technische kennis, ja, zeker bepaalde platform-specifieke kennis, die is maar überhaupt heel dun gezaaid in de markt. En we hebben er maar een paar en we hebben daarnaast 4 of 5 developers. En die zijn dan ook nog eens allemaal extern. Dus kan wel eens gevaarlijk zijn. Dus we hebben die struggle binnen ons team, voor mezelf. We hebben die struggle binnen ons team. En daarnaast voeren we vanuit ons team ook nog eens gesprek over hoe moeten we dit überhaupt organiseren in een organisatie met 3000 man. Moeten we al die capabilities naar ons toe trekken, zodat we als het gaat om personalisatie het team worden binnen Volksbank. Massaal groot team, waarmee we waarschijnlijk wel heel veel snelheid kunnen maken, ontzettend veel kennis in huis krijgen en heel belangrijk worden. Maar we komen wel ver af te staan van die 4 merken die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het klantcontact. Ja, dat is misschien niet ideaal. Moeten we het misschien centraal organiseren binnen een merk, waarbij wij meer kaders uitzetten, bezig zijn met beheer. En dat we het binnen het merk gewoon centraal borgen dat die kennis er komt. Misschien is dat een goede oplossing. Of moet het nog 1 niveautje lager liggen? Echt in de operationele teams. Maar kunnen we dan verwachten dat daar die kennis allemaal komt? Dat we zoveel kennis binnen kunnen tanken om al die operationele teams goed in te vullen?
En hoe zorgen we er dan voor dat het geen chaos wordt? Dat die teams niet allemaal hun eigen show gaan draaien, maar dat ze onze techniek en onze infrastructuur wel gebruiken op een manier zoals we dat fijn vinden, zodat het nog steeds beheersbaar blijft. Dus dit zijn wel echt voor ons, denk ik, de belangrijkste vraagstukken op dit moment. Hoe moeten we dit doen om in de toekomst ook echt aan die klantrelaties te kunnen bouwen? En in onze ogen gaat het dus ook veel verder dan marketing. Het gaat over de hele organisatie heen. Het gaat over, in onze ogen, service. Het gaat over loyalty, over content. Dit zijn de onderwerpen waar de grootste winst te behalen valt als het gaat om klantcontact. Ik denk ook als we die klant op die manier blijven benaderen, dan blijft hij tevreden. Dan blijft hij langer klant. Als een klant langer blijft, komen er commerciële kansen. Als een klant langer blijft en tevreden is, brengt hij nieuwe klanten aan. Dus komen er op den duur nog meer commerciële kansen. Dus ik denk dat dat meer de gedachte moet gaan zijn voor hoe we dan toch geld moeten blijven verdienen. En dat brengt me eigenlijk bij mijn laatste slide. Ik wil toch nog even stilstaan bij de payoff van ons, Volksbank, beter voor elkaar. Ik denk dat we dit, als we dit spel als bank goed gaan spelen voor 4 merken, voor 3,3 miljoen klanten, dan is dit natuurlijk goed voor onze klant. Die klant die komt compleet centraal te staan en die krijgt de aandacht die hij of zij verdient. Ik denk dat dit ook heel goed is voor onze medewerkers. Onze medewerkers kunnen dan met ieder contactmoment dat ze hebben proberen het verschil te maken, omdat we relevant zijn. En uiteindelijk is dit goed voor ons als bank. Wij bankieren vanuit onze, ja, de manier hoe wij willen zijn. Een gedeeld waardeprincipe. We willen waarde toevoegen voor onze klant, onze medewerker, de aandeelhouder en de maatschappij. We streven ook niet, wat ik zei, naar korte termijn maximaal resultaat. Maar ja, uiteindelijk streven we ervoor naar een beter Nederland. Dankjewel. Dankjewel, Erik. Heeft iemand een vraag voor Erik? Ja, ik heb eigenlijk een verduidelijksvraag, want ik begrijp het niet helemaal goed. Want als je een persoonlijk contact hebt met je klant, dan kun je praten over echt een persoonlijk contact van een mens met de klant. Maar je kunt ook praten over een digitaal persoonlijk contact, wat helemaal op hem geënt is. Hoe zie jij dat? Is het 50-50 of is het 100% mens? Wat bedoel je eigenlijk? Een goede vraag. Ik denk dat we ernaartoe werken dat we ieder contact dat een klant met ons heeft, dat we dat zo persoonlijk mogelijk in kunnen steken. Als we kijken naar hoe onze kanalen worden gebruikt, dan zit 95% van het klantcontact zit in onze bankieren-app. Dus ik denk dat het gros van de contacten en persoonlijke berichten en meer in de digitale kanalen gaat zijn. Er wordt ook hard gewerkt aan chatfunctionaliteiten, waarbij toch klantenservice medewerkers via digitale kanalen dicht bij onze klanten kunnen zijn. Maar juist omdat wij met onze merken onze winkels wel in de lucht houden, daar wel echt op inzetten, willen we het de face-kanalen, zoals we zeggen, gewoon persoon tot persoon, die willen we absoluut niet uit het oog verliezen. Op dit moment focussen we wel eerst op de digitale kanalen. Die zijn technisch gezien iets makkelijker. Die zijn vanuit enablement oogpunt ook iets makkelijker te doen. Als we het gaan hebben over het aansluiten van een callcenter, dan zit daar nog wel een hele aparte wereld achter. Daar heb je, die mensen worden nu veelal gestuurd op afhandelingstijden. Als het moet gaan om relevantie, dan kan een call in één keer 4 keer zo lang gaan duren. Maar dan is de vraag, is het dat dan waard? Dat is wel waar we naartoe werken. Ik zie het zeker niet 50-50. Ik vind het ook lastig om er zo'n scheiding op te maken. Zeker omdat ik weet dat het gros van onze klantcontact digitaal is. Maar ieder kanaal waarin een klant met ons interacteert, is vanuit onze visie en de gedachte waar we naartoe willen is eigenlijk even belangrijk. Want in ieder kanaal moeten we daar zijn met een relevant bericht. Heeft iemand anders nog een vraag? Dan heb ik er nog wel één. Het gaat natuurlijk veel over technologie. Je hebt het heel veel over alle verschillende afdelingen die iets moeten vinden en eigenlijk onderdeel zijn aan een bepaalde transitie. Als je kijkt naar de skills die een marketingteam bij bijvoorbeeld de Volksbank zou moeten hebben in de toekomst,
Zijn dat dan specialisten of gaat dat meer naar generalisten toe, omdat technologie zoveel uit handen kan nemen? Ik denk dat het wel meer en meer specialisten gaan worden. Specialisten op creatief vlak, specialisten die op analytisch vlak heel sterk zijn, maar ook toch specialisten die platformtechnische kennis hebben of development capaciteit hebben. Dus ik denk dat we die sowieso nodig hebben. En daarnaast zou het wel lekker zijn, denk ik, als we iets meer generalisten hebben, misschien wel iets meer mensen zoals ik die de verbinding kunnen leggen tussen het een en het ander. En ja, hoe die verhouding moet gaan zijn, weet ik niet. Dat is ook nog dus een van de worstelingen waar wij mee zitten over hoe moeten wij ons nou gaan organiseren. Of we nou alles centraal bij ons gaan beleggen. Of dat we het centraal binnen een merk gaan doen of nog lager. Bepaalt denk ik wel hoe zo'n team er uiteindelijk uit gaat zien. Dat vind ik lastig. Maar ik denk wel dat we van beide kampen wel iets meer moeten gaan hebben. Toekomst zal het wijzen. Ja. Thanks. Oké, nogmaals een hartelijk dank voor het verhaal van Erik. Nogmaals een applaus. Dankjewel. De laatste spreker van vandaag is Lex Jacobs. Hij is, dat ik het goed zeg, Business Development Representative bij Blend 360. Voorheen ook al bekend als Engagement Factory. En hij houdt zich eigenlijk al jaren bezig met andere bedrijven helpen om future-proof te worden. En hij heeft best wel veel ideeën, goede ideeën over welke skills dan een marketingteam van de toekomst moet hebben. En volgens mij heeft hij daar ook even met ChatGPT over overlegd. Dus zeker. Graag een warm welkom voor de laatste spreker van vandaag, Lex. Dankjewel. Ja, bedankt voor het warme welkom hier. Ik ga jullie ook nog meenemen als laatste spreker vanavond. Te beginnen met wie ik zelf ben. Lex Jacobs, 27 jaar. 6 jaar bezig in het vak van marketing, data en IT. Echt een passie heb ik voor marketing en data. Ik denk dat ook mijn generatie is. Young Capital vertelde er ook al over. Maar je wil zien wat iets betekent. En data geeft zicht aan bepaalde acties die een marketingteam doet. En dan kun je weten, was het goed, was het effectief? Het geeft bevestiging. Dat doe ik nu sinds 2 jaar, iets meer dan 2 jaar bij Blend 360. Daarvoor toevallig bij Young Capital begonnen. Op het stukje marketing IT. En uiteindelijk help ik, zoals mooi wordt aangegeven, andere organisaties future-proof te maken. Blend 360, overgenomen, voorheen Engagement Factory, is een bedrijf dat is ontstaan vanuit de oprichters van Mirco. Mirco is een marketing analytics kantoor. De oprichters hebben het verkocht aan Dentsu en zeiden eigenlijk tegen elkaar, wij geloven niet meer in marketing analytics, wij geloven in data analytics. Data is een nieuwe goud. Geen gek idee, denk ik. En die zijn Blend 360 begonnen. Nou, ondertussen zitten we met internationaal meer dan 750 medewerkers. Hier in Eindhoven hebben we het hoofdkantoor van Europa, van EMEA zelfs. Vanuit daar werk ik ook samen. En werken wij met zowel marketeers als data scientists, data engineers. En alles om dingen zichtbaar te krijgen. Ja, vandaag ga ik een stukje meenemen over technologie. De marketeer. De manier van werken. En ook ik kan er niet omheen, AI, iedereen heeft het erover. Om te beginnen met, in het midden zie je people staan, mensen, die horen centraal te staan in de organisatie. Engagement of Young Capital heeft daarover verteld hoe de mensen van de toekomst eruit gaan zien, wat ze drijven, hoe het werkt. Erik heeft ons meegenomen in de processen, zoals het bij de Volksbank gaat. Natuurlijk heeft hij ook wat andere punten aangescherpt. En ik ga jullie meer meenemen in de systemen en in de data, en hoe dat de marketingteam van de toekomst gaat beïnvloeden. Te beginnen met voor mij een hele bekende, Lucky Luke. Maar ik vraag me af, hier in de zaal, weet iemand waar Lucky Luke bekend om staat? Hij schiet sneller dan zijn schaduw, exact. Ik vind het een hele mooie metafoor naar de marketeer van de toekomst. Waarom? Ik denk, Lucky Luke is echt, eigenlijk misschien wel voor mijn tijd, 27. Maar ik denk dat als Lucky Luke nu had geleefd, zoals je hier op de afbeelding ziet, dat zijn schaduw sneller schoot dan Lucky Luke zelf. En wat betekent dat voor de marketeer en voor het marketingteam van de toekomst? Heel simpel. Vroeger was een marketeer die technologie in handen had en kennis. Die kon dat toepassen om zichzelf echt te onderscheiden vanuit de anderen. Maar tegenwoordig gaat de technologie nog veel harder dan de marketeer zelf. Erik vertelde het al, hè? Moeilijk om die T-shaped
te zijn. Ja, de technologie gaat zo snel in verandering dat je als marketeer niet kan bijhouden. Als je dan kijkt naar het volgende plaatje, ik geef jullie even de tijd om te zien hoeveel het is. Hier zie je namelijk alle technologische platformen die beschikbaar zijn als je het hebt over MarTech. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er ontzettend veel. Ze gaan van advertising tot e-commerce, tot socials en sales. Maar je ziet wel, als marketeer is het bijna onmogelijk om hier een T-shaped marketeer in te worden. Dus Erik, jouw punt om te zeggen, ik weet niet of dat ik alles beheers. Ik weet niet hoe ik T-shaped kan zijn en wat erbij hoort. Geen probleem, ik denk dat veel mensen jouw gevoel kennen. Hoe ziet die marketeer zelf als persoon er in de toekomst uit? Wat moet hij kunnen? Wat moet hij snappen? Wat moet hij begrijpen? Hoe kan hij goed functioneren? Als Blend360 zijn, hebben we eigenlijk 5 punten op. Voor mensen die in de IT werken of daar iets van hebben, zullen hier ook herkenbare dingen in zien terugkomen. Te beginnen met data. Data is natuurlijk heel duidelijk. Mensen moeten begrijpen wat die data betekent die wordt verzameld. Dat kan consumentendata zijn, klantdata, maar dat kan ook data zijn, zoals jij zei, Erik, over financiële stukken, recruitment data. Je moet snappen wat dat betekent voor de organisatie. Dan komt ook meteen bij puntje 2. Vroeger was een marketeer iemand die creatief was, die social media planningen maakte, die advertenties maakte, etalages. Tegenwoordig verwachten wij, of voor de toekomst zeker, dat de marketeer ook snapt wat de business zelf doet. Wat is die core business? Hoe werkt dat? Wat betekent de business ten opzichte van de data die we aan het verzamelen zijn van de consument, van onze klant? En dan puntje 3, wat het misschien wel even nog moeilijker maakt. Hiervoor zagen we natuurlijk alle MarTech opties, kanalen, technologieën die er beschikbaar zijn. Elke organisatie, jullie zullen het vast kennen, heeft meerdere platformen waarmee ze werken. En die moeten geconnect worden met elkaar. Data wordt overal verzameld, zowel op het CRM-systeem als op de social media kanalen, als wellicht in de winkel zelf. En alles moet geconnect worden, geëmbed worden, om uiteindelijk bij puntje 4 het in operatie te brengen. Koppel de data met de domeinkennis die je hebt over de business, met alle systemen die je daarbij hebt om te kunnen communiceren, om in touch te zijn, de omnichannel manier van werken. En uiteindelijk puntje 5, de IT-manier, agile werken. Blijf het proces verbeteren. Blijf kijken wat beter moet. Blijf kijken wat beter kan. Maar ga ook testen. AB-testing wordt in de IT al heel normaal. Maar ook in marketing zien we natuurlijk steeds vaker terug. Hier zie je een onderzoek wat vanuit de DDMA gedaan is. Waarbij puntje 1, wat voor mij een stukje zorgwekkend is. Niet altijd goed om te zeggen. Maar bij puntje 1 gaat het erom waarom datagedreven werken soms nog niet geïmplementeerd wordt binnen een organisatie. En daarbij staat bovenaan, ik weet niet hoe goed het leesbaar is, zeker niet vanuit achteren of vanuit digitaal. Maar zie je budget. Met andere woorden, voor mij, als business developer van een consultancyorganisatie, dat organisaties er niet aan willen geloven dat datagedreven werken eigenlijk gewoon een moetje is. Een moetje om bij te blijven met de business. Een moetje om relevant te blijven voor de consumenten, voor je eigen klant, voor je eigen prospect. Aan de rechterkant zie je een stukje manier van werken. Waarbij ik net al een tipje van de sluier gaf. Agile werken. Waar wij in zien dat dat de toekomst gaat zijn. Zien we hier rechts een stuk. Hoe wordt agile gewerkt? Waarbij 50% zegt. Zo nu en dan passen we wel iets toe van agile. Maar eigenlijk werken kunnen we het niet noemen. 34% zegt. We doen helemaal niks mee. En 16%. Die zegt het daadwerkelijk toe te passen. Dus 16% is op dit moment in onze optiek future-proof bezig met het marketingteam als het gaat om hoe er gewerkt wordt. Nou, dan heb ik hier een afbeelding, die moest ik erin zetten van mijn collega, dus ik geef hem even aan. Maar wat er eigenlijk op neerkomt is, waar wij zien is dat de organisaties hun koppen in de zand steken. Ze willen het niet zien dat de verandering plaatsvindt. Ze willen niet zien dat er budget vrij moet komen, zodat er meer datagedreven gewerkt kan worden, zodat de consument daadwerkelijk centraal kan worden en dat eigenlijk het codewoord binnen retail, bijvoorbeeld omnichannel, ook daadwerkelijk toegepast kan worden. Ik denk dat het verder voor zichzelf spreekt hier. En dat betekent eigenlijk voor de marketeer, welkom to the age of AI. De nieuwe wereld waar we, zoals Moira al zei, je kent het pas sinds een jaar. Ik denk, voor mij is het iets langer. Ik weet nog dat ChatGPT ook uitkwam, maar voor mij AI compleet erin kwam.
Waar is dit? Waar kan het? Toen kwam het op Jinek. De wereld draait door. Weet ik het waar het allemaal is geweest. Maar vooral was het heel spannend. Het was eng. We wisten niet wat het kon. Het kon dingen creëren. Waar we tot voor kort niet wisten dat het ooit kon. Plaatjes in het magazine van Young Capital. Die gemaakt zijn door AI. Je weet niet meer wat echt is. Je weet niet meer wat nep is. Maar andere woorden. Televisie moest erop. Het was eng. Het was spannend. Maar ik denk ook dat het heel veel kansen gaat creëren voor de markt. Ja. Heel veel kansen gaat creëren voor organisaties. Maar de vraag is, ja, hoe pak je die? Waar liggen die kansen? En hoe gaan we daarmee om? Om te beginnen, een kort stukje over wat is AI precies? Waar bestaat het uit? Maar ook twee types AI. De AI die we kennen van televisie en ChatGPT. Maar ook andere AI. AI waar Erik het ook over had, bij de Volksbank. Een stukje analytical AI. Analytical AI is AI die gegevens kan analyseren, daar beoordeling over kan geven en uiteindelijk ook aanbevelingen op kan geven. Je ziet het ook aan de linkerkant. Denk daarbij aan gegevensanalyse, voorspellende modellen, maar ook aanbevelingsmodellen. Ik denk dat dat de meest bekende is als je kijkt naar bol.com, Amazon, waar je eigenlijk een aanbeveling krijgt op basis van zoekgedrag wat je doet of bepaalde producten die je hebt aangeklikt. Hele makkelijke AI die je kan toepassen. De enge AI, zoals we het kunnen noemen, generative AI. AI die op basis van data die hij verzamelt, zoals ChatGPT doet op internet, compleet nieuwe content of compleet nieuwe plaatjes kan creëren, wat niet te onderscheiden is van het echt of nep, het origineel. Ja, dat kan het natuurlijk heel spannend maken. Ik denk dat dat ook meteen de reden is waarom Volksbank dit niet mag gebruiken, want je weet niet wat het creëert. En natuurlijk, Moira, jij controleert de vacatureteksten. Dat moet ook, want je kunt er niet blind op vertrouwen. Ik denk dat dat het spannende is, maar vooral het analytical AI is waar ik op dit moment verder op ga inzoomen. En daar is het stuk waar de marketeer van de toekomst meer en meer waarde uit kan halen. Nou, dan hebben we hier een stukje goud. Ik denk dat iedereen wel weet dat data nieuwe goud is ondertussen. Je leest het overal, je hoort het overal. De vraag is alleen, ja, hoe vind je dat goud? Goud zit vaak ook in Afrika in de grotten, maar dan is niet de hele grot goud. Nee, dan moet je zoeken. En dat is ook in de data. Iedereen heeft een bak met data, van consumenten, van financiële stukken, van macro-economische ontwikkelingen. Maar al die data samen, die is nog steeds niks waard. Het gaat om de analyses die je eruit maakt en de linken die je met elkaar kan leggen om uiteindelijk bij het goud te komen, om dat eruit te zeven. Nou, dat begint eigenlijk als organisatie zijnde. Je ziet hier een hele mooie structuur, compleet in het Engels, ik ga even stiekem spieken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat een organisatie ook klaar moet zijn om AI te gaan implementeren binnen de organisatie. En daar is natuurlijk haast niet altijd bij gebonden. Blind AI toepassen is niet de juiste manier. Ik denk dat Young Capital een heel mooi voorbeeld gaf dat jullie de juiste mensen in jullie team al hebben, in de organisatie, om heel snel iets in ontwikkeling te krijgen. Maar eigenlijk begint het altijd met het begrijpen van AI voor de organisatie en wat het kan betekenen in de huidige processen die je al hebt. Dus probeer niet meteen die stap te maken met wat gaat AI ontwikkelen voor ons. Maar ga kijken hoe je processen effectiever, efficiënter kan maken. Minder risico kan krijgen. Jezelf kan vrijspelen. Dat is eigenlijk een start waarmee je begint. Om daarna te kijken welke initiatieven kunnen we gaan creëren, nu we weten hoe het werkt, om nog meer voordeel eruit te halen. Als je dat eenmaal in kaart hebt, ga je kijken welke data daar weer voor nodig is. Waar hou je die data vandaan? Is die data goed te gebruiken? Is het clean data? Maar is het ook veilige data, zoals waar de Volksbank mee zit? Niet alle data kun je zomaar gaan gebruiken en in modellen gooien om te kijken wat eruit gaat komen. Met uiteindelijk natuurlijk het toppunt dat je AI kan gebruiken om compleet nieuwe business te gaan genereren. Denk aan nieuwe producten, nieuwe services, alles wat extra kan helpen. Een ander voorbeeld hoe AI en vooral analytical AI kan helpen. Je ziet hier een onderzoek van McKinsey, waar gaat over verschillende kanalen gebruiken om de klant of je consument of prospect centraal te zetten. En uiteindelijk natuurlijk te converteren, want dat doet de marketeer, naar klant. Je ziet hoe meer kanalen er gebruikt worden, hoe groter de kans is dat je uiteindelijk de prospect gaat omzetten naar klant. En natuurlijk spreekt dat bijna voor zich. Hoe meer kanalen, hoe beter, tuurlijk. Maar hoe kun je als marketeer over al die verschillende kanalen de juiste analyses uitvoeren, de juiste data verzamelen en toch elke keer weer op alle kanalen verschillende relevante content krijgen en creëren, zodat die prospect uiteindelijk een klant gaat worden van jou. Dat is iets waar AI jou heel makkelijk mee kan helpen. Uiteindelijk kan je natuurlijk die analyses niet altijd zelf gaan uitvoeren. Maar volgens mij is de Volksbank hier al enigszins mee bezig om
Laat hun maar die analyses maken en zorg dat er een digital enabler, zoals het werd genoemd, beschikbaar is, die uiteindelijk de juiste keuzes kan maken op basis van de analyses gemaakt door AI. Nou, hier zie je het eigenlijk ook dat, hè, uiteindelijk gaat het gaat erom om de postmarkt centraal te zetten en dat de marketeer op dit moment met veel meer verschillende afdelingen in gesprek is en stakeholders heeft dan dat het voorheen had. Denk daarbij aan sales, denk daarbij aan service, denk daarbij aan e-commerce. Alles draait tegenwoordig om het stukje marketing. U gaf een vraag, meneer, aan de Volksbank, waarbij een stukje service eigenlijk ook aan bod kwam. Voorheen lag dat natuurlijk niet bij de marketeer. Tegenwoordig is het standaard dat de marketeer daar ook over meegaat. Nou, als ik jullie dit allemaal vertel, dan denken jullie natuurlijk van, ja, dit is een sprookje toch? Marketing van de toekomst, we zijn er wel klaar voor. We hebben hier Lex Jacobs horen spreken, die vertellen precies wat ze moesten doen. Dus we kunnen ermee aan de slag. Ja, sprookjes zijn sprookjes, die zijn niet altijd waar en komen maar zelden uit. Ik denk dat dat op dit gebied ook helaas zo gaat zijn. Want het is nogal lastig. Het is nogal lastig om data beschikbaar te krijgen. Het is nogal lastig, zeker, ik vertelde net de weg ernaartoe. Welke data hebben we nodig? Niet altijd is die data die je nodig hebt beschikbaar. Zeker niet met de verwarrende consumenten die we hebben, of de verwarrende personen gewoon. Zelf ben ik ook een consument. Hier is een onderzoek gedaan naar datagebruik en hoe iedereen data beschikbaar wil zetten. Nou, aan de linkerkant zie je dat 86% van de mensen, de ondervraagden, zich zorgen maken over de data die wordt vrijgegeven of die wordt verzameld. Ik moet zeggen, ik herken het zelf ook wel eens, dat je met vrienden zit. Ik heb nieuwe voetbalschoenen nodig, zeg ik dan tegen mijn vrienden. Een dag later kijk ik het nieuws en zie ik in één keer aanbieding over voetbalschoenen. Dan vraag ik me af, ben ik afgeluisterd? Hoe weten ze dit? Dat is altijd spannend. Maar ook 85% van de mensen geeft aan dat als het om de juiste relevante content gaat, dat data best verzameld mag worden. Dat er best gebruikt mag worden om goed advies te geven. Denk je bij aan ziekenhuizen, huisartspraktijken en andere gezondheidsinstellingen die natuurlijk super relevante content kunnen maken op basis van gedrag wat jij vertoont. Iets wat helpt bij gezondheid of wellicht dat banken daarin kunnen helpen op het stukje financieel gebied, zonder dat je in problemen komt. Een ander stuk is GDPR. Ook iets wat veel marketeers, zeker de afgelopen jaren, hebben gezien als een struikelblok. Alle data die verzameld werd, alles wat gebruikt werd, er kwam een streep doorheen, want we moesten ons aan de richtlijnen gaan voordoen. GDPR is wel iets wat in de toekomst, we moeten ons eraan gaan aanpassen. De Europese richtlijnen die willen eigenlijk voorop lopen op het gebied van marketing en data. Dus het is gewoon belangrijk dat we hier, natuurlijk dat we er ons aan houden, maar ook dat we gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat de restricties die GDPR geeft op het gebruik van data, er wel voor zorgen dat we de juiste data beschikbaar hebben om onze analyses persoonlijk en relevant te maken. Dan is er een stukje over wat wij denken dat in de toekomst heel erg voor de marketeer en voor het marketingteam gaat spelen. En dat is CDP. Dan vraag ik me af in de zaal wie er bekend is met of wie weet wat een CDP is. Ik zie wat handen. Als iemand het roept, dan geloof ik het wel. Zeg het in de microfoon. Het is een customer data platform. Dus alles wat over de consument wordt verzameld, komt op één plek terecht. Je ziet het eigenlijk al op het plaatje. Mobile, sms, app, call centers, webgedrag. Maar denk, alles wat je kan bedenken wordt verzameld. Wat op dit moment in verschillende systemen wordt verzameld, zou dan worden verzameld in het CDP. Vanuit het CDP kunnen dan verschillende analyses worden gemaakt die kunnen helpen om relevante content, het juiste moment, keuzes maken. Hier nog vanuit Gartner die uitlegt wat een CDP is, die het eigenlijk omschrijft als het is een geïntegreerde klantendatabase, alles bij elkaar dus. Beheerd door de marketeer, en dat is natuurlijk een hele belangrijke, waar IT vroeger zeker over platformen beheerste, is hier in ieder geval de marketeer de baas en beslist over wat ermee gebeurt. Uiteindelijk verenigt het ook de klantgegevens. Dus waar je, wellicht mensen kennen het hier wel, waar je vroeger één klant had die in 7 verschillende systemen stonden, met 7 keer verschillende informatie, en wellicht zelfs met 3 verschillende e-mailadressen, wat verschrikkelijk is, kun je het hier allemaal gaan centraliseren en weet je zeker dat je met dezelfde persoon in gesprek bent of aan het communiceren bent. En uiteindelijk, wat ook zeer belangrijk is, is dat het beschikbaar is voor externe systemen, om bijvoorbeeld marketing automation, je marketingkanalen, alles erop aan te sluiten voor de juiste moment en de juiste touch.
Dan heb ik een van mijn beste vrienden van het afgelopen jaar gevraagd om mij te helpen bij deze presentatie. En eigenlijk bij de hele onderdeel van vanavond. En dat is ChatGPT. Ik heb hem gevraagd zelf eigenlijk een stukje te schrijven over hoe ziet die marketeer, hoe ziet de marketingteam van de toekomst eruit. Ik heb dit gedaan nadat ik mijn presentatie heb gemaakt. Om te kijken, klopt het? Zit ik in de buurt? Zit hij in de buurt? Kan misschien of zij of het. Precies. Zit het in de buurt? En eigenlijk is dit het stukje wat hij eruit heeft gehaald. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar de belangrijkste stukken, data gedreven. Ik denk dat het ook redelijk terugkwam, maar ook vanzelfsprekend. Data gedreven werken. Technologievaardigheden of technologische vaardigheden. De digital enabler, die met de Martech map zoals we hem zagen. Met heel veel verschillende technologieën moet kunnen werken en kunnen begrijpen. Klantgericht, klantcentraal. Je ziet het ook eigenlijk in de platformen die er komen. En de afbeeldingen die we hier zagen. Uiteindelijk wil de klant op alle verschillende manieren, waar die ook komt, op de juiste momenten de juiste content hebben, de juiste service hebben. En eigenlijk ook overal moet de service tegenwoordig gelijk zijn. Een stukje creativiteit en flexibiliteit. Bij ons niet in teruggekomen. Hij omschrijft het hier ook. Hoewel data belangrijk is, zou creativiteit nog steeds een rol spelen. Ik denk zeker dat creativiteit het niet los van af te zien is. Dus creativiteit blijft gewoon super belangrijk. Wat zijn we dan te weten gekomen? Dat is eigenlijk de volgende 6 opzommingen die ik heb gemaakt. De marketeer van de toekomst blijft werken of gaat nog veel meer werken met verschillende technologieën. Dus zal zich blijven moeten ontwikkelen, blijven nu moeten innoveren. Ze gaan ook op andere manieren samenwerken. Denk überhaupt aan het hybride werken. Mensen over de wereld die samenwerken. Maar ook het stukje agile werken, dus, richting IT. Blijf processen verbeteren, blijf terugkomen. Het leven, zijn leven lang moeten blijven doorleren. Wat natuurlijk wel moet als je alle technologieën wil blijven begrijpen. AI moet voor zich laten werken. Dus niet bang zijn dat AI de marketing overneemt. Content marketing zelfs daar niet. Ga kijken hoe AI voor je kan werken, of AI. En zorg ervoor dat je daar gewoon maximaal resultaat uit houdt. Ben de luie marketeer in dat opzicht. En uiteindelijk data moeten kunnen analyseren om juiste keuzes te maken. Puntje 6 had er niet bij hoeven, maar de marketing moet ook stoppen om zijn kop in het zand te steken en zien wat de ontwikkelingen met zich meebrengen. De laatste slide die ik heb, wat ik overal in teruglees, op het nieuws, bij klanten hoor, is we moeten niet te afhankelijk worden van AI. Dat is iets wat ik heel vaak terughoor en waar ik eigenlijk altijd bij nadenk van misschien is het ook wel zo, maar misschien ook helemaal niet. Ik ben zelf 27, toen ik 5, 6 jaar was de computer helemaal hot and happening. Mijn moeder sloeg me achter de computer, waar gaan buiten te spelen. Blij dat ze het gedaan heeft, anders stond ik hier nou niet zo. Maar toen was het al, we moeten niet te afhankelijk worden van de computer. Daar moeten we mee uitkijken, niet doen. Maar ik denk tegenwoordig, als morgen de stroom zou uitvallen hier in de Brainport regio, dan denk ik eigenlijk wel zeker te weten dat iedereen hier in de zaal minder effectief, minder productief is dan dat ze vandaag de dag waren. En dan vraag ik me af, zijn we niet een beetje naïef om nu te zeggen dat we niet te afhankelijk moeten worden van AI? Maar dat ben ik. Zijn er nog vragen? Heeft iemand een vraag? Ik denk dat het gewoon heel duidelijk was. Ik heb wel weer een vraag. Ik had het niet anders verwacht. Zo'n CDP. In hoeverre is dit een intens utopie? Want er is geen enkele marketeer of iemand in de zaal die zegt, doe mij morgen maar zo'n CDP. En in hoeverre is dat tastbaar? Worden daar stappen in gezet? Een CDP zelf, een customer data platform zelf, is geen utopie. Ik denk ook dat technologie, zoals de Volksbank aangaf, is geen utopie. Dat is makkelijk te implementeren. De utopie zit hem in de juiste data altijd beschikbaar hebben. De juiste data willen afgeven door de consument of de prospect. Daar zit de grootste utopie in. Dat je de juiste data op de juiste moment op de juiste plek hebt. Dus heeft de consument daar een grotere rol in dan wij? Wij als organisatie bedoel je dan? Ja, gewoon als bedrijf, mensen in het bedrijfsleven. Kijk, mensen in het bedrijfsleven zijn automatisch ook consument natuurlijk. Waar ik hier in het bedrijfsleven sta, ben ik morgen consument bij de supermarkt. En uiteindelijk gaat het erom welke data wil je beschikbaar stellen. En dat is per bedrijf afhankelijk natuurlijk van hoe je die data dan ook beschikbaar stelt. En wat een bedrijf daarmee wil doen.
En dan is het super relevant natuurlijk dat eigenlijk ligt het dan aan de consument hoeveel data die beschikbaar heeft, wat voor analyses jij als bedrijf kan maken daarop. Dus de kracht komt, of ja, de power komt terug bij de consument daarin. Ja, zeker, zeker. En daarom ja, is GDPR vind ik ook een goede ontwikkeling, waarbij we kunnen aangeven welke data wel gebruikt mag worden, welke data niet gebruikt mag worden, dat we dat kunnen aangeven. En we weten ook, zagen we ook in het onderzoek, dat hoe meer data jij beschikbaar stelt aan bedrijven, simpelweg hoe gepersonaliseerdere aanbiedingen jij kan krijgen, hoe relevanter de content is die je krijgt. Als jij zegt dat jij 40 spammailtjes krijgt van Young Capital, komt dat waarschijnlijk omdat je niet hebt aangegeven dat je weer een baan hebt. En dan is de data die jij als consument beschikbaar stelt relevant voor de content die jij krijgt vanuit een bedrijf. Dus ja, ik vind dat de macht, zeker door GDPR, meer bij de consument ligt dan bij de organisatie. En dat de kracht van de organisatie moet zijn om met de data die dan wel beschikbaar is, om daar de juiste analyses mee te maken. Oké, dankjewel. Een vraag. Ja, zo'n... Hallo. Hij doet het. Zo'n CDP, is dat binnen een organisatie of is dat wereldwijd van iedereen waar alle gegevens in staan? Nee, dat bouw je binnen de organisatie. Okay. Dus binnen de organisatie kun je een CDP implementeren, neerzetten. Dan, natuurlijk moet je dan nog de juiste data gaan koppelen eraan. Maar het gaat erom dat je een plek hebt waar je alles van je prospects, maar ook van je klanten, verzamelt binnen de organisatie. Want dan blijf je ook binnen de regelgeving, binnen de governance. Daar staat het. Okay. Dus dat deel je niet met de hele wereld. Ja, dat zou heel eng zijn geweest, ja. Iemand anders nog een vraag? Oké, dan gaan we afronden. Bedankt, Lex. Alsjeblieft nog graag een applaus. Lex, Marjolein, Moira en Erik zijn straks ook nog bij de bol aanwezig. Dus zijn er vragen die je niet durfde te stellen, maar wel heel graag wil stellen? Dan trek even aan een jasje, jurkje, et cetera. Dan kan dat zeker ook nog. Voor nu heel erg bedankt voor jullie komst. Er staan nog 2 sluits tussen jullie en een lekker drankje. Namelijk nogmaals een bedankje voor alle sponsoren die dit gratis event mogelijk maken. Alvast een referentie naar de volgende editie. Als je wil mag je je smartphone pakken en alvast meteen een kaartje bestellen voor de volgende editie. Dat is de Digital Wednesday, Dutch Design Week editie, andere DW. Die ook altijd heel erg interessant is. Waarbij we ook zeker sprekers hebben die vanuit Dutch Design Week komen vertellen over de installaties, de kunst, de technologie die zij gedaan hebben. Mocht je dat interessant vinden, meld je meteen aan. En dan zien we jullie de volgende keer weer hier. Dank jullie wel voor jullie komst.